Vandaag volop aan het genieten van de mooie natuur in mijn omgeving. Ik ben zo dankbaar dat ik al deze pracht op een paar minuutjes wandelen van ons huis mag vinden. En de paardjes staan gezellig samen in de wei. Zo'n mooie, mooie dieren. Zo'n mooie energie altijd. Ik ben vandaag een extra lange wandeling aan het maken. Omdat het mij helpt om terug goed bij mezelf te komen. En weet je, als ik contact maak met de natuur, dan maak ik ook contact met mijn natuur. Mijn eigen natuur. En dat was even terug nodig, want ik was zo in een vibratiedalletje geraakt. En dat is allemaal oké, mag er allemaal zijn. Maar het is niet de bedoeling dat ik daar blijf hangen. Hè. Wanneer de resultaten van wat ik wil manifesteren, al eens uitblijven, dan ik was wat op een plek van ongeduld aangekomen. En dan komt er frustratie. En dat helpt natuurlijk allemaal niet. Hè? Dus ik voelde me niet zo top de laatste paar dagen eigenlijk nog. En weet je, de enige reden waarom dat we ons niet goed voelen, niet goed in ons vel voelen, is eigenlijk omdat er een kloof is ontstaan tussen wie dat we echt zijn en ons aardse zelf. En wie we echt zijn, dat is een grenzeloos lichtwezen. Een grenzeloos goddelijk lichtwezen met machtig manifestatievermogen. Dat is wie dat we echt zijn. En we hebben ervoor gekozen om hier een aards leven te beleven van beperking. Ten eerste is het al een beperking om in een fysiek lichaam te zitten. Een beperking van wat er hier mogelijk is. Allerlei ervaringen die we zelf in het script hebben geschreven voor dit avontuur. En dat is allemaal oké. En we kunnen zelf kiezen met hoeveel omwegen dat we dat avontuur hier maken. En dat we op de vaste blauwdrukplekken terechtkomen die we gepland hadden in dit avontuur. En dus is toch wel mijn bedoeling om zo weinig mogelijk omwegen te maken. En dus is het de kwestie van die kloof, die afstand tussen het ware zelf en het aardse zelf kleiner te maken. Hè, om die kloof terug te dichten. En om dat meer terug te kunnen toch voelen en ervaren. Hè. Wie en wat we eigenlijk zijn. Dus closing the gap. En voor mij helpt het dan enorm om in de natuur te gaan. En om mijn hoofd leeg te maken. En een heel eenvoudige manier om mijn hoofd leeg te maken. Dat is gewoon zoveel mogelijk in het hier en nu zijn. En alles benoemen wat ik tegenkom. Alles benoemen wat ik zie en daar volop mijn aandacht naartoe brengen. Zodanig dat er geen ruimte is voor verstorende gedachten. Dus, bijvoorbeeld. Een berkenboom, grassen, netels, nog veel meer netels, een pad, jonge boompjes met witte bloemen, daar weet ik de naam niet van, verdroogde takjes van vorig jaar, een bosje eikenboompjes, boterbloempjes, nog meer netels, nog meer van die witte takjes. Ik hoor de vogeltjes in de verte. Een bosje, weet ik veel wat. En het vervolg moet ik thuis opnemen, want de gsm was plat onderweg. Dus voilà.
Dus nadat ik zo mijn gedachten tot rust heb gebracht door alles te benoemen en helemaal in het moment te komen, hè, dat helpt er nog echt enorm. Probeer het gerust eens zelf. Op een paar minuutjes ben je helemaal gecenterd en zijn al die lastige gedachten weg. Dus wat ik dan kan beginnen doen, dat is echt wel mijn focus op het gewenste resultaat. Hè. En ik kan dat natuurlijk ook op elk moment daarvoor doen. Maar als ik dat doe vanuit een plek van ongeduld en frustratie, dan gaat dat alleen maar meer ongeduld en frustratie veroorzaken. Hè? Okay? Dus dat helpt niet. Dus het is nodig om dat vanuit een neutrale plek te doen, een neutrale energie of ja, een hoopvolle, positieve energie natuurlijk. Hè? Dus met dat gevoel van meer centering en in het nu zijn en in zuiverheid zijn, dan kan ik me helemaal richten op ja, wat ik zo graag wil manifesteren. En ik ga niet verklappen wat het is, hè. Maar dan ga ik helemaal in het scenario van hoe ik het heel graag zou willen. Hè. Mijn allerbeste, meest ideale scenario. Hè. Alles erop en eraan, alle juicy details. En dan voelt het alsof het al een hele tijd zo is. En dan ja, spreek ik dat luid op uit tijdens mijn wandeling in het bos. Gelukkig, ja, ik kom daar niemand anders tegen, maar anders ja, zo wat. Dus dan vertel ik dat gewoon luid op tegen mezelf, hoe zalig het is om dat allemaal te mogen beleven. En hoe gemakkelijk dat er allemaal gekomen is. En hoeveel moeitelozer het ging dan ik had verwacht. En ja, echt alles erop en eraan. En dan ga ik echt tot in alle details, ja, details. en hoe dat voelt om dat samen met mijn partner te beleven. Want dat is, ja, het is nog extra fijn om dat samen te mogen beleven. En zo ben ik helemaal terug vertrokken. In de positieve zin van het manifesteren. En is dat gemakkelijk om altijd die klik zo snel te maken? Nee, niet altijd. Echt niet. Maar dat hangt er ook vanaf hoe snel ik mijn verstorende gedachten bij de kraag grijp. En dat ik het doorheb. Dat ik in een vibratiedalletje aan het geraken ben. En dat ik meer in een niet geloven en een frustratievibratie bijvoorbeeld zou komen. Of oordeel naar iets of iemand. Of kritiek op iemand anders of op mezelf. Hè. Dus het is kwestie van dat op tijd door te hebben. Al ten eerste. Hè. En om dat dan te kunnen ontwikkelen. En dat is zoiets wat de wet van aantrekking nog altijd doet. Dat is wanneer je een bepaalde gedachte een aantal seconden lang aanhoudt. Dan komt er automatisch een tweede gelijkaardige gedachte bij, die dat de eerste nog versterkt. Hè. En wanneer je dat nog een tijdje aanhoudt, komt er weer een volgende gedachte bij en een volgende. En wanneer je daar echt dagenlang of wekenlang in blijft rondwentelen, dan wordt dat echt zo'n sterke energie, dan heeft dat zo'n groot momentum gekregen, hè, die energie van negativiteit eigenlijk, dat dat alleen maar lastiger wordt om eruit te geraken. Het kan altijd, absoluut. Het gaat alleen meer tijd en focus vragen om je er zelf helemaal weer uit te krijgen. Uit die neerwaartse spiraal eigenlijk. Hè. Waar je gedachten je dan in hebben meegenomen. Hè. Dus hoe sneller dat je het doorhebt, dat je gewoon ja, in verstorende gedachten en negativiteit bent verzeild geraakt. En het kan best zijn dat dat iets is van een energie van iemand anders dat je hebt opgepikt. Hè. Dat kan even goed zijn dat het uit het collectief komt, want daar hangt zoveel van angst en negativiteit, vooral de laatste jaren nog extra meer, dat je dat niet altijd doorhebt, dat niet van jouzelf is. Hè. Dus maar op zich maakt niet uit van wie of van waar het komt. Als je merkt dat je aan het afzakken bent in vibratie, dat je al een tijd niet goed voelt, dan weet je van. Oh, hier klopt iets niet. Hè? Dit is niet wie ik echt ben. I'm closing the gap. Ik maak terug contact met mijn ware zelf, met mijn hogere goddelijke zelf, met mijn eindeloos, grenzeloos potentieel, met mijn machtig creatievermogen, met mijn bron, mijn spirit, mijn I am, hoe het voor jou ook mag zijn. En van daaruit gaat het dan veel gemakkelijker gaan. Hè? Dus toi, toi, toi. Veel succes jullie er ook mee. En nogmaals, als het gebeurt, het mag er allemaal zijn. Wees niet te hard voor jezelf.
Maar ik raad dan altijd wel een zekere zachte kordaatheid aan, hè. Het heeft geen zin om erin te blijven rondwentelen. Het heeft zeker geen zin om jezelf in een slachtofferrolletje te steken. Dan ben je helemaal machteloos, hè. Dus weet dat je altijd de power hebt om de ommekeer te maken. Weet dat je je manifestatiepower hebt. Altijd, elke minuut van je levende bestaan hier op aarde, hè, heb je dat vermogen gewoon, hè. En die wet van aantrekking die doet altijd haar werk. Elke minuut van ons wakkere leven, hè, manifesteren we zonder dat we het doorhebben. Want we zijn altijd frequenties aan het uitzenden. We hebben altijd wel iets waar we aan denken. Of een bepaalde manier waarop we ons voelen, hè. Dus een frequentie uitzenden, dat doen we altijd. Bewust of onbewust. Dus kan je het maar beter bewust gaan doen, zodanig dat er leuke dingen tevoorschijn komen. Right? Oké. Okay. Veel succes en tot later. Bye bye.